Straks Ajax-PEC Zwolle, met welke 11 spelers ga je starten? Kenneth Vermeer, Ricardo Verheyen, Nicolas Moisander, Stefano Denzel, Nicolai Boylissen, Lasse Schöne, Lerin Duarte, Tulani Serrero, Danny Hoessen, Victor Fischer en Tobias Sana. Duarte kan zijn debuut maken, gaat dus zijn debuut maken. Heb je daar lang over moeten nadenken? Nee hoor, helemaal niet. Dus hij heeft een rustig weekje in principe achter de rug gehad. En natuurlijk wel goed getraind, maar geen interland verplichtingen gehad. Dus ik denk dat hij fris genoeg is om te starten. Je hebt middenvelden staan die met de punten achter kunnen spelen, die naar voren kunnen spelen. Hoe gaat je middenveld eruit zien? Nou, normaal gesproken is Lasse Schöne de meest verdedigende middenvelder. En de rest moet gewoon heel creatief zijn. Het meest opvallend is je voorhoede. Siktersson op de bank, Boyer op de bank. Van waar die keuze? Nou, ten eerste vind ik dat Danny ook een keer een kans verdient. Anderzijds weten we ook de historie van Kolbein. Hij heeft vorig jaar maar heel weinig gespeeld. Daar moeten we voorzichtig mee blijven doen. Het kan niet zo zijn dat hij nu opeens 60 wedstrijden in het seizoen. Dat zou niet realistisch zijn. Dus hij heeft 2 keer 90 minuten gespeeld met IJsland. Daarvoor nog 90 minuten met Ajax. Dus we zijn ook voorzichtig met. Maar daarnaast klopt Danny ook aan de deur. En als je dan die mogelijkheid hebt, dan moet je dat ook doen. Je kijkt ook al een beetje vooruit naar de Champions League wedstrijd van woensdag. Ja, maar ook naar PSV. Je moet ook vooruit plannen. Hetzelfde geldt voor Bojan ook eigenlijk. Precies hetzelfde. Bojan heeft eigenlijk pas 18 april heeft hij zijn laatste wedstrijd toen gespeeld. En is fysiek nog niet in staat, zeg maar, om 3 wedstrijden in 8 dagen te spelen. Dus je moet keuzes maken en daarom deze keuze. Je hebt Siem de Jong vandaag weer bij je wedstrijdselectie. Hoe belangrijk is dat? Nou ja, ik denk dat het sowieso voor de groep lekker is. Dat je denkt, hey, dat is een kwaliteitsimpuls die je hebt op de bank. Daarnaast is het ook een leider natuurlijk. Ik heb niet voor niks de aanvoerdersband. Ik denk dat het een positieve impuls zal zijn. De landskampioen tegen de koploper. Wat voor wedstrijd verwacht je? Nou, een attractieve wedstrijd. Normaal gesproken is PEC Zwolle en ook met Ron Jans is altijd een ploeg die graag wil spelen. Gewoon voetballen. Niet met eigen kont in de eigen 16 spelen. Dus ik verwacht een open wedstrijd. Het veld is net gesproeid. Er ligt een nieuwe mat in. Hoe ligt die erbij? Ja, dus afwachten. Het ziet er nu fantastisch uit in ieder geval. Dat was ook, zeg maar, de eerste 3 wedstrijden het geval. En laten we hopen dat die vanaf nu tot het einde van het seizoen erin blijft liggen. En dat we steeds een fantastische mat hebben. Maar daar ga ik wel van uit. Want ik weet dat de mensen die er kaart aan werken daar heel veel passie en liefde in geven. En het ziet er weer fantastisch uit. Dus ik verwacht een heel goed veld.